Welkom bij Veradé Yin Yoga Dieprekken Heupopeners. Laten we starten in berghouding. Adem in en hef je armen omhoog en achterwaarts. Adem uit, buig voorover, handen naast de voeten. Breng de achterste been naar achteren in hoge lunge. Hef de armen omhoog. Laat los, handen naast de voorste voet. En kom in plank. Buig de ellebogen en kom op handen en tenen. Stafhouding. Laat los en kom in omhoog kijkende hond. Breng de knieën op de grond, krol de tenen en kom in neerwaartse hond of neerkijkende hond. Adem rustig in en uit. Breng het achterste been om naar voren. Kom in lage lunge. En breng de voeten bijeen. Adem in. Hef de armen omhoog. Achterwaarts. Adem uit, de handen langs het lichaam naar beneden drukken. Adem in, armen omhoog en achterwaarts. Buig voorover, staande vooroverbuiging. Breng de achterste been naar achteren in hoge lunge. Hef de armen omhoog. Handen naast het voorste voet. Kom in plank. Buig de ellebogen, stafhouding op handen en tenen. Laat los, kom in opwaartse hond. Knieën op de vloer, krol de tenen, kom omhoog in neerwaartse hond. Breng het voorste been naar voren. Kom in lage lunge. Breng het been naar voren en kom in staande vooroverbuiging. Adem in, armen omhoog, naar achteren. Adem uit. Handen langs het lichaam, handen naar beneden drukkend. Adem in, omhoog, naar achteren, vooruit. Breng het voorste been naar achteren, in hoge lunge. Hef de armen omhoog, knie over enkel. Handen naast het voorste voet en kom in plank. Buig de ellebogen, stafhouding op handen en tenen. Opwaartse hond. Neerwaartse hond. Breng het achterste been naar voren in lage lunge, knie op de grond. En kom in staande vooroverbuiging. Adem in, hef de armen omhoog en achterwaarts. Adem uit, de handen naast het lichaam. Berghouding. Adem in, armen omhoog. Adem uit, staande vooroverbuiging. Breng het voorste been naar achteren in hoge lunge. Hef de armen omhoog langs uw oren. Handen naast de voeten. Kom
in plank. Stafhouding op handen en tenen. Omhoog kijkende hond. Neerwaartse hond. Breng het voorste been naar voren. Kom in lage lunge. En kom in staande vooroverbuiging. Inademen, hef de armen omhoog en achterwaarts. Uitademen, breng de handen naast het lichaam. Inademen, armen naar achteren. Uitademen, staande vooroverbuiging. Even houden en kom naar de vloer. De vlinder, onze eerste yin-houding. Ga rechtop zitten met de benen gespreid, de knieën gebogen, de rug recht. Voetzolen raken elkaar. Hou je voeten vast of breng je handen op de vloer. Beginners blijven in deze houding. Andere leun vanuit de heupen naar voren, breng de ellebogen op de grond. Maakt het heupgewricht soepel en voedt het laagste energiecentrum. Geef jezelf de nodige tijd om te zijn waar je nu bent. Sta open voor je lichaam om te herstellen en te ontspannen. Voel je ontspannen en rustig. Blijf nog even in deze houding. Haast je niet, forceer niet, geef jezelf de tijd om los te laten. Adem er doorheen. Voel de gewaarwordingen in je diepste spierweefsels, die je waarschijnlijk nog nooit eerder hebt gevoeld. Voel hoe de spanning wegvloeit uit je rug, je benen, je bekken, je ribben. Laat toe waar je lichaam zich nu bevindt. Laat los. Strek je benen vooruit en buig vanuit de heupen naar voren in strekzit. Beginners blijven hier. Hoofd naar knie, laat je voorhoofd op je scheenbeen rusten. Je gebruikt de houding om je lichaam, je spieren beter te voelen.
om te herstellen. Voel bij iedere ademhaling hoe de zwaartekracht je dieper laat rekken. Erken deze spanning. Sta toe om je te openen, om los te laten. Voel je ontspannen en rustig. Blijf nog even in deze houding. Laat los en kom langzaam omhoog. Buig de benen en rol naar voren op handen en knieën. Kom in plank. Buig de ellebogen en kom in vierledige stafhouding of stokhouding. Laat los en breng het zitvlak naar de hielen, strek de armen voor je uit. Ontspan. Laat los en kom langzaam omhoog, breng het voorste been naar voren, plaats de voet aan de zijkant van de mat, kantel de voet naar buiten, voetzool wijst naar binnen, schuif de achterste knie zo ver als je kunt naar achteren, breng je handen op de vloer op schouderhoogte. Beginners blijven in deze houding. Breng je voorarm op de grond. Rustig ademen, zodat je dieper in de houding komt en de zwaartekracht zijn werk doet. Ontspan je spieren, zodat de dieper gelegen bindweefsels en spieren soepel worden. Laat los, kom langzaam omhoog. En breng het zitvlak naar de hielen. Strek de armen voor je uit. Kom in plank. Buig de ellebogen en kom in een vierledige stafhouding. Laat los en breng het zitvlak naar de hielen. Strek de armen voor je uit. Kom langzaam omhoog en breng het achterste been naar voren. Plaats de voet aan de zijkant van de mat. Kantel de voet naar buiten, voetzolen wijst naar binnen. Breng je handen op de vloer op schouderhoogte. Beginners blijven in deze houding. Breng de voorarmen op de grond. Handpalmen naar de grond wijzend. Of naar elkaar toe, vingers open.
Hoofd rustend op de duimen. Duimen tussen de wenksbrauwen. Ontspan. Geef je lichaam de tijd die het nodig heeft. En aanvaard de spanning in je spieren. Laat je lichaam herstellen en je geest ontspannen. Je ademhaling helpt je dieper in de houding te komen. Haast je niet, geef je tijd. Laat los, breng je voet in het midden van de mat. Kom op handen- en kniehouding. Maak de rug bol en hol. De tegenhouding. De rug bol. En hol. Bol. En hol. En bol. Als laatste yin-houding. Strek je handen naar voren en breng je borst naar de vloer toe. Voorhoofd op de grond. Of kijk voor je uit. Luistert naar je lichaam, forceert het niet. De gestrekte kat is een mooie rugbuiging voor boven- en middenrug. Erkent je lichaam en respecteert je grenzen. Je voelt je ontspannen en rustig. Als je voelt dat je onrustig wordt, concentreer je dan op je ademhaling. Adem diep in. Laat los en kom langzaam omhoog voor de tegenhouding, op handen en knieën. Strek de rug omhoog. Maak de ronde rug. En ontspan.
Laat los en kom op je buik, met de armen naast je, de omgekeerde Shavasana. Ontspan, adem rustig en traag. Observeer je lichaam, wat je vandaag gedaan hebt. Voel je ontspannen en rustig. Blijf nog even in deze houding, zolang dat jij wilt. Ontspan. Voel al de stress wegvloeien uit je lichaam. Ontspan. Zo, dit was het voor mij vandaag. Dag.